Het is voor ons hier, 21ste eeuwers, moeilijk voorstelbaar. Het is een absurde gedachte. Hoe de ene mens de andere mens eeuwenlang als handelswaar kan behandelen. Met al het brute geweld en onderdrukking die daarmee gepaard ging. Slavernij was letterlijk een onmenselijk systeem. En alles wat we erover weten, elke getuigenis uit het verleden die tot ons komt, vervult ons met afschuw. Het herdenkingsjaar 2023 moet daarom in het teken staan van erkenning. Erkenning van het afschuwelijke leed dat de tot slaaf gemaakte is aangedaan. Erkenning van de strijd en het verzet dat er ook was. En dat zo indringend is beschreven door Anton de Kom in zijn boek Wij slaven van Suriname. En natuurlijk erkenning van de maatschappelijke doorwerking van de periode van de slavernij in ons heden. Want erkenning is het begin van heling. En precies hierover, over die maatschappelijke doorwerking, hoop ik tijdens dit bezoek in diverse ontmoetingen ook vanmiddag meer te leren. Ik wil uit de eerste hand horen wat het slavernijverleden vandaag de dag betekent voor de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. En ja, dat hangt natuurlijk ook samen met onze koloniale geschiedenis. Ik wil van de jeugd en van ouderen horen hoe zij tegen de geschiedenis aankijken en wat zij graag zouden zien gebeuren. Ik wil de impact van het verleden kunnen begrijpen en invoelen, zodat de erkenning die er moet komen zoveel mogelijk helend en ook verzoenend kan zijn. Hoe is het gesprek gegaan met de organisaties die zich bezighouden met reparaties en met slavernijverleden? Ja, ik heb geluisterd. Ik wilde van hen weten hoe zij aankijken tegen alle vraagstukken die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld ook het punt van de inheemse bevolking, waar in Nederland heel weinig van bekend is. Overigens ook in Suriname zelf kom ik achter heel weinig van bekend is. Maar ook het vraagstuk wat het slavernijverleden doet, ook in de moderne Surinaamse samenleving, hoe dat doorwerkt. En op al die punten hebben zij mij informatie gegeven. Dat was indringend, in een heel open en prettig gesprek, nogmaals, waarin ik vooral gezwegen heb en heb geluisterd. En dat helpt mij en de Nederlandse regering om ook toewerkend naar 150 jaar herdenking van het slavernijverleden ons voordeel mee te doen, daarvan te leren en te proberen om daar een invulling aan te geven die zoveel mogelijk tegemoet komt ook aan de gedachten die erop bestaan. Reparaties, is er daar ook indringend over gesproken? Uiteraard door het comité wat zich daarmee bezighoudt, ook onderdeel van het Nationaal Comité. Ik heb er niet op gereageerd, ik heb daar kennis van genomen. Zonder wie dan ook naar de mond te willen praten, of misschien juist tegen de schenen te trappen, blijft het natuurlijk een heikel punt dat het Koninkrijk der Nederlanden thans nog steeds in gebreken blijft om officieel zijn excuses te maken voor het aangedane leed van de toch wel als zwarte bladzijde onopgetekende geschiedenis ten tijde van het als verdorven verklaarde koloniaal verleden. Komt er van Nederland excuses voor het koloniaal verleden? De Nederlandse regering moet reageren op een rapport wat verschenen is over het slavernijverleden. Ik realiseer me dat het slavernijverleden niet hetzelfde is als het koloniaal verleden. Maar waar wij op dit moment aan het kijken zijn, is in de eerste plaats het vraagstuk van het slavernijverleden. En hoe in het licht van 150 jaar afschaffing daar nu mee om te gaan. We zijn vandaag in het parlement. Het herdenkingsjaar 2023 moet het teken staan van erkenning van het leed. Maar excuses is toch een onlosmakelijk deel van erkenning. Van een leed. Ik snap heel goed die vraag, alleen het hier is het punt dat de Nederlandse regering nog ook het moment moet kiezen en de precieze bewoording hoe we daarmee omgaan. Ik dank u wel. Grand dank.